Het gaat goed met de leeuwenwelp die gisteren is binnengebracht bij landgoed Hoenderdaal in Annapolona. De vondeling is er met open armen ontvangen. Wij kregen 's ochtends een telefoontje van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten dat er een leeuwtje in een hondenbens zat op een weiland vlakbij Utrecht. Wij hebben het nog nooit meegemaakt en ja, ik heb er nog nooit van gehoord dat het op deze manier gebeurd is. Bizar. Stichting Leeuwen op landgoed Hoenderdaal houdt de leeuwenwelp goed in de gaten. Het dier zit in quarantaine voor verder onderzoek. Vooralsnog gaat het ontzettend goed met onze kleine leeuwenwelp. We waren een beetje bang. Ja, we weten niet wat voor voedsel die gehad heeft. Dus we moeten heel voorzichtig zijn met wat we hem geven en de hoeveelheden. Maar we mogen niet klagen. Hij heeft goed geplast, hij drinkt. Dus we kunnen ons eigenlijk niet blijer krijgen. Want ja, je ziet het ook wel zo anders. Grote vraag blijft natuurlijk waar de leeuwenwelp vandaan komt. De meeste van dit soort dieren komen uit het Oostblok. Er zijn nog privémensen die leeuwen hebben. Ja, je hebt natuurlijk weinig grenzen meer in Europa. Dus op die manier zou die hier in Nederland terecht zijn gekomen. Maar wat het hele idee erachter is, dat blijft raden. Het is natuurlijk gewoon te triest voor woorden. Hè? Wat voor omstandigheden dit dier mogelijkerwijs heeft moeten leven. En waar die vandaan komt. Hij had gewoon bij de moeder moeten blijven. Op deze leeftijd. Maar goed, ja, helaas is het niet anders voor het beestje. En gaan we er nu gewoon het beste van maken voor hem. Nou, de komende 4 weken zit hij bij ons in de quarantaine. Daarna zal hij overgeplaatst worden naar het hoofdopvangcentrum. Dan krijgt hij zijn eigen binnenhok en een buitenverblijf. En dan zal hij zeker nog wel een paar jaar hier blijven. Maar uiteindelijk gaan eigenlijk al onze leeuwen naar Afrika.